kijken wie ik hier vind op de club. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik dacht dat hij zijn eigen naam zou zeggen, maar Jan van Halst. En toevallig, je hebt gisteren FC Twente tegen Heracles gespeeld. En hoe voelt dat om met 1-0 te winnen? Altijd lekker, altijd lekker. Derby winnen is altijd lekker. Ja boys, vlog 10 alweer. Dimma rent weg. Oké, we gaan weer trainen vandaag. Hey, ik ben Blakka. Daar ben ik weer. Ja, we gaan weer trainen vandaag. Trainer heeft de winactie gedaan. En de winnaar mag met ons mee vloggen. En training met ons meemaken. Ja, de winnaar wordt dus bekend in de volgende vlog. Wij gaan zo trainen en ja, zie jullie straks weer. Ciao. Ja, dag mensen. Woensdag training vandaag. Het is bijna 7:30. We gaan zo trainen, maar ik ben echt ziek. Ik heb al een paar dagen koorts. Nou ja, maandag was ik ook al gekomen. Toen ging het nog een beetje, maar het is nu weer erger. Die jongens... Die gaan gewoon een uur lang partijen doen. Zaterdag hebben we een oefenwedstrijd tegen Kwik 20, jongens onder 17-1. Maar ja, het schijnt dat het vrijdag gaat sneeuwen. Dus ik ben benieuwd of het doorgaat. Goed, de jongens zijn aan het trainen. Ik ben echt zo ziek, hè. Dat is gewoon niet normaal. Ik zit lekker warm binnen bij Hans in het kamertje. Kijk, en dan kan ik mooi naar buiten kijken. Of ze wel gewoon... goed bezig zijn. Hans, wie vind je mijn beste speler dan? Hoe heet die? Frenzio, nee? Die donkere jongen. Leangelo? Ja, Angelo. Dat vind ik de beste. Ja? Ja. Wat dan? Ja, gewoon qua stijl en qua acties. Qua balcontrole, balvaardigheid. Goede voetballer, hè? Ja, goede voetballer. Ik kan goed een bal vasthouden, goede paas. Hans heeft er verstand van, hoor. Ja. Hey Hans, kijk je mijn vlogs wel eens dan? Ja. Je komt er vaker voor, hè? Wat vind je daarvan? Vind ik wel leuk. Ja, vind je dat leuk? Maar ik kreeg ook van sommige mensen uit de markt door. Ja. Dan zeggen ze, denk ik, hoe kunnen ze dat nou weten? Word je gewoon herkend, hè? Heb ik ook herkend op de markt, ja. Hoe voetbalvlogs wordt gewoon langzamer bekend, hè Hans, hè? Hans, onze vlogs worden gewoon redelijk wat bekeken, hè? Ik sta van Kraan, mag ik je wat vragen? Ik zie wel wat, hè? Kom jij ook voor bij voetbalvlogs? Ik zeg, kijk. Ik zeg, ja, dan ben je toch wel de, zegt hij. Ach, Hans, bekende Enschedeer. Je moet niet veel gekker worden, maar ga ik geld vragen. Mensen vragen gewoon aan mij, wanneer komt Isabe weer in je vlog? Ik kom alle van Beleo, niet? Ja, als je... Timor, hè? Als jij komt, dan is iedereen blij aan. Als Isabe in de vlog komt, dan is echt iedereen vrolijk. Weet je wat iemand een keer een reactie had geplaatst, Abe? Volgens mij een speler van Twente. Ja? Die had een reactie geplaatst. Een heel verhaal. En op het eind had hij gezet, Isabe, vanaf nu is mijn motto, zoals Isabe zegt, tijd slapen, tijd wakker. Daarom, voetballen, sporten, goed. Abe, sporten maakt niet uit. Basketbal, volleybal, sporten, voetballen, boksen maakt niet uit. Tijd slaap, gezond eten. Tijd wakker. Extra. Motivatie. Kijk, jullie hebben het gehoord, hè? Isabe, heb je nog meer tips voor de jonge spelers onder ons? Heb je nog meer tips wat ze moeten doen, kunnen doen? Tips. Tips. Advies. Oh, advies. Ja. Ik ben meer ervaring, wel maar. Nieuwe jongens, nieuwe generatie, interesseert niet meer sporten. Nee, dat boeit ook niet meer, hè? Niet normaal. Alleen maar telefoon en meisjes, hè? Alleen meisjes, uitgaan, goede kleren, beetje zakgeld, dan uitgaan. Lekker dikke muziek en klaar. Dus wat is de conclusie, Isabe? Precies. Sporten, altijd gezond eten, tijd slaap, tijd wakker. Klaar. Jullie hebben het gehoord. Wil je goede voetballer worden, goede sporten worden, op tijd slapen, op tijd eten, op tijd wakker worden. Toch, Isabe? Tuurlijk wel. Niet alleen contract, hè. Doe maar een keer contract, doe maar 3-4 miljoen pakken, een paar wedstrijden spelen, dan... Oh, jammer, echt trainer dit. Nou, doorgaan. Speel niet meer, betaal niet meer. Dunjay, wat doen we hier en waarom zijn we hier? Ik heb geen flow idee. Ik weet dat het sneeuwt, het is afgelast. En wat doen we dan? Alternatief verzinnen. Wat hebben we voor zo'n zaalvoetbal? 4-4. Lekker, jongen. Dat is Money Monaco Aka Brian. Is de... Hanni Hanna van het Oosten, jongens, deze man. Hij heeft voordat hij echt weggekrimpt, nu zie je en Duarte krimpt nu weer nog wegkrimpt. Hij krimpt echt heel veel voetballers, deze boy, maar hij is een beetje vaar. Ik weet niet of hij kan voetballen, maar ik kan niet zeker. Hoor. Even kijken, daar gaat Tim met Lange,
met Donny en met Mart. Ronaldo is back. Banana. We doen 10 minuten. 10 minuutjes per pad of 7,5? Of is 10 minuten veel? 7,5. 7,5 is beter, hè? Trainer. Meisjes en jongens, we zouden normaal gesproken vandaag een wedstrijd tegen Kwik hebben. Maar die is jammer genoeg afgelast en wij gaan vandaag zelf voetballen met het team. En ja. Klasse voorgaan, jongen. Goed bezig, man. Zakaria, zeg eens wat tegen de vlog, jongen. Wat moet ik zeggen? Gooi zijn SO naar iemand. Je moet zeggen, hard kapot. Hard kapot. Geef zijn SO aan iemand. Doe SO naar mij. SO naar Luca. SO naar mij, sowieso. Naar wie geef je SO? SO naar Marwan. SO naar hem. Naar Zakka. Zakka, bro. Hij die staat erop. Ja, met links weer. Ja, eruit. Dag mensen, welkom op de woensdag trainen. Het is echt zo koud, hè. Het is min 2. Kijk hoe het veld erbij ligt. Helemaal wit. En ik heb een verrassing voor de jongens. Onze vriend Marco zit er ook. Hey Marco, waar zijn die sneeuwscheppen allemaal? Kijk, we hebben hier 20 sneeuwscheppen. En ik ga de knapen straks proberen in ieder geval om wat sneeuw weg te halen. Zodat we kunnen trainen, maar ze zijn er niet blij mee. Kijk, ze allemaal boos zitten, teleurgesteld. Nee, rustig, Furkan. Kom maar. Hey, oké, we gaan allemaal hier op een rij staan. Ik dacht even dat we machine hadden of zo, hè? Oké, ik heb ze zo ver gekregen. We gaan het even proberen of het lukt, maar het is best wel moeilijk. Kom, allemaal op een rij staan. Kom hier. Wat is dit? Kom maar, Tim. Hey boys, allemaal schep vol. Oké, hey, luister even neer. Gewoon netjes naast, ernaast. Niet gooien. Allemaal schep vol. En 3. 2. Flikker af, gek! Hey! Oh. Helemaal gek, kom maar hier! Flikker af! Hey! Shit! Oh. Zeg je die actie? Ik had net op tijd door. Zeg, je ze achter me aanrennen met al dat sneeuw? Oeh, was een mooie shaak geweest. Ja, kom maar, scheppen, hup, scheppen, scheppen. Scheppen, kom maar, Tim. Nou, het helpt niet echt. Beetje lastig. Hey, hey. We hebben de hoop afgegeven, we hebben het nog geprobeerd. De voorzitter die komt er net aan. Echt wel, Mart. Maar goed, het is iets te veel werk en het lukt niet. We hebben het geprobeerd. Helaas. Maar goed, we hebben ons van onze goede kant laten zien. Tjo, wat zeggen we dan? Tjo. Ze zijn niet zo vrolijk. Kijk, ik ben dan wel weer zo dat ik ervoor zorg dat als we klaar zijn, dat ze gewoon wat chocomel krijgen. Hè? Lekker hè, boys? Ja. Dag mensen, goedemorgen, zaterdagochtend. We zijn weer op de club. We hebben dadelijk een oefenwedstrijd tegen ATC uit Hengelo. Ja, het zonnetje schijnt wel lekker en weet je wat leuk is? FC Twente traint altijd bij Sportclub Enschede de Jeugd. Nu vandaag ook op zaterdag. Nog een bekende. Sander Basker. De trainer volgens mij. Je zag het introotje van Reangelo net, even voor de duidelijkheid. De winnaar van de shirt, die komt nu in beeld.
gefeliciteerd met je shirt. Kijk in de beschrijving wat je moet doen. En dan regelen we dat je hem zo snel mogelijk krijgt. En de nieuwe winactie is, dan mag je een dagje met ons mee gaan vloggen. Dus lijkt je het leuk om een dag te vloggen? Later kom het achter waarom jij een dag met mij en met deze boys een dagje mee op stap kan, wil of niet, Sean? Zeker. We nemen iemand gezellig mee, hè? Ja. Oké dan. En je zag net ook dat we vorige week in de zaal hebben gespeeld. Die wedstrijd van vorige week ging niet door, vandaag gelukkig wel. En dan kunnen we ons in ieder geval goed voorbereiden richting de competitie. Wij gaan ons omkleden en ik zie jullie straks weer. Ciao! Goed, voordat we gaan omkleden, gaan beginnen met de warming-up. Kijk wie ik hier vind op de club. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik dacht dat hij zijn eigen naam zou zeggen, maar Jan van Halst. En toevallig, je hebt gisteren FC Twente tegen Heracles gespeeld. En hoe voelt dat om met 1-0 te winnen? Altijd lekker, altijd lekker. Derby winnen is altijd lekker. Huh? En zijn ze er al achter wie Enkoufo zwart heeft geverfd? Nee, maar dan gaan we ook niet naar zoeken, joh. Nee. Hij is alweer rood geverfd, hè? Dat is allemaal weer goed gekomen. Nee. Maar ik heb een vraag aan jou, wat gaan jullie zo meteen doen? We hebben dadelijk een oefenwedstrijd tegen ATC. Oké, uit Hengelo? Uit Hengelo, ja. Okay. En vorige week hadden we een wedstrijd tegen Kwik. Maar die was afgelast vanwege het weer en vandaag gaat hij gelukkig door. Okay. Dus we hebben en jij bent trainer? Ja, ik ben trainer van de jongens onder 17. Jongens onder 17. Ja. Okay. En dan gaan we straks een potje voetballen. En hoe hoog zijn jullie in de competitie? Niet best. Niet best? Nee, ligt dat aan de trainer? Ligt altijd aan de trainer. Ja. Ligt zeker niet aan de trainer in dit geval. Nee, we hebben een hele goede lichting, allemaal tweedejaars. We hadden verwacht dat we ergens bovenin mee zouden doen. Maar mij gaat het erom dat die jongens zich natuurlijk ontwikkelen. Dus mij maakt het niet echt heel veel uit of nou kampioen worden of vijfde of achtste, noem maar op. Als ik maar niet degradeer, nee, maar vind ik het meestal goed. Als het een hele goede lichting is, dan ligt het aan de trainer. Ja, maar als je ben je al bij het bestuur geroepen? Nee, maar daarom juist, ik hoef dat niet. Kijk, ik doe het zo goed dat ik dat niet, dat mij niet overkomt. Ik zal het Jan nog wel heel even uitleggen. Kijk, vorig jaar gebeurde mij dat ook trouwens. Toen deden wij het heel slecht, maar na de winterstop zie je wel dat ik de jongens wat geleerd heb. Ik heb de jongens wat geleerd. Okay. En ze hebben alsnog vijfde geëindigd. Dus ik ga ervan uit dat we nu na de winterstop weer een goede reeks neerzetten en dat het goed komt. Beloof je dat? Ik beloof niks, maar ik ga ervan uit. Okay, succes, hè. En bedankt, hè. Nou, dat was het even met Jan van Hals. Ik ga weer naar de boys toe. Jan, wat zeggen we dan? Ciao. Ciao. Dankjewel. Ja, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Hans, wie gaat er winnen? Gelijkspel, sorry. Oh. Jammer weer, hoor. Ja. Lekkere bal, Martijn. Goed, de tweede helft begint weer. We staan met 1-0 achter. Net kort voor rust een goal tegengekregen. Maar de jongens zijn echt goed aan het voetballen. Een paar leuke aanvallen tussen. Hoe draaien? Die staat erin. En Rijn naar de bal. Oh, Rijn schiet de bal naar voren. Dat is een goede bal trouwens. Oh. Kijk, weer fikse Hans gelijk. Hans, wat vond jij van de wedstrijd dan? Jij hebt toch verstand van voetbal? Ja, heel slot aan voetbal. Heel fort. Pasers kwamen die aan. Ja, wat nog meer niet? En waar is die? Ja, de trainer was slecht. Wie vond je nou goed van? Wie vond je het slechtste van hem dan? Luca. Luca, ja, waar is Luca? Luca is ja, ja, ja. Ja, Hans, mag hem. Stop nog. Hij wil al gelijk weggaan. Goed, dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Vond je leuk? Wat moeten ze doen, Hans? Delen, liken. Ja, en? Deelen. Abonneren. Abonneren, ja. Delen, liken en abonneren. Kijk, Hans, doei, heeft tot volgende week. Nee, Hans. Je moet zeggen ciao. Ciao. Ciao.